zet mijn handschoenen vast. Ik ga vandaag helemaal uit mijn plaat, want ik ben plaatbewerker. Samen met Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, wat doet een plaatbewerker nou precies? We beginnen met een plaat bestansen. Wat gebeurt is, gaan we walsen en dan wordt die in eerste instantie aan elkaar gelast. Van één stalen plaat maken jullie een benzinetank. Eén aluminium plaat. Eén aluminium plaat. Ik hoop dat ik het heb opgeslagen, want jij gaat nu je eigen tank maken. Dat kan ik wel. Een plaatje. Voor de veiligheid gebruiken we veiligheidshandschoen. Die doen we even aan. Helemaal mijn maat. Oké. Onze plaat. Hier opleggen. Wat vind je leuk aan platenwerken zijn? Ik vind dat je niet de hele dag op één plek staat. Je maakt elke keer doe je wat andere dingetjes. Niet erin lopen, dan stopt de machine. Hij is klaar. Ik ga hem uithalen. Even checken of het nog de goede is. Hier erin? Ja. Want hier wordt hij in de goede vorm gebogen. Ja. Zullen die bij ons? Ja. Heb je nou wel eens dat als je dan een vrachtwagen ziet rijden of zo, dat je dan denkt van hé, daar zit een tank in die ik heb gemaakt? Ja. Ja. Kijk, als ik met mijn hand ertussen ga, dan wordt hij rood. Zie je? Super safe. Wat wordt er hier precies gedaan met de tank? Er komt een gat in. Ja. Wat is schansen? Precies. Nee, wij noemen dit stansen, want daar maakt er een bepaalde vorm in. Dus, Heb je ooit je logo op de verkeerde kant gedaan? Ja, dat is me wel eens een keer gebeurd, ja. Ja? Ja, ja. En dan? Ja, moet je hem weggooien. Ben je nou nooit bang dat zo'n machine gaat werken? Nee, dat kan niet, omdat de lichtscherm bewaarding zit erop. Dus jij bent daar niet bang voor? Totaal niet. Ik wou zeggen, zo snel kan het gaan, maar de file van tanks zegt iets anders. We hebben nu gewoon een hele dieseltank gemaakt. Niet meer wil verdwijnen. Het. Ik wil in het pad lopen, hè? Eigenlijk wel, dan moet ik wel. Nu gaan de bodems erin en dan gaan we dichtlassen hier. Want dan blijft de benzine natuurlijk wel makkelijker bij elkaar met de bodem. Maar je moet als plaatmedewerker natuurlijk heel zelfstandig kunnen werken. Kwaliteitsbewustzijn. Je handen uit je spreekwoordelijke mouwen steken. Ja. En je moet ook technisch inzicht hebben, dus dat is ook wel belangrijk. Ja, dat is ook wel handig inderdaad. Er komt handlassen, die maakt dit aan elkaar vast. Je ziet hier die openingen zitten. Niet helemaal mooi, dus wordt mooi dichtgemaakt. Nou, hier wordt de tank wordt getest. Benzinetank was even een watertank. Ja, inderdaad. Als je dan lekker zie je bubbeltjes, zie je gaatjes en verwacht niet dat die lekker zijn. Ja, als ze hier eigenlijk al lekker zit, dan is het met de benzine nog erger. Ik vind het wel raar dat hij echt in een vrachtwagen gaat. Geeft ook wel een beetje verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, als hij lekker is, dan is het wel ons probleem. Nou, ik geloof niet dat hij lekker is, dan hebben we het goed gedaan, toch? Verwacht ik ook niet. Martin, thanks voor vandaag. Ja, wonder ik hier wel een beetje een plaatjesmaker. Dus. Ja, dat klopt dan. Dankjewel.